Welkom bij de uitgaanstips van Haarlems Bodem. Dit zijn de tips van donderdag 7 tot en met zondag 10 november. De Oerclub is een rollercoaster over de kunst van het baren. Vrouwen doen het goed. Ze veroveren steeds meer terrein die van oudsher aan mannen toebehoren. De wetenschap, de medische wereld, het bankwezen. Keerzijde van de medaille is dat mannen hun identiteit een beetje kwijt zijn. In de Oerclub gaan 4 mannen in de tegenaanval. Ze claimen de zwangerschap en beginnen aan een absurd experiment met een bloedstollende uitkomst. Kunnen mannen tippen aan de oerkracht van vrouwen? De Oerclub zie je deze donderdag om 8 uur in de toneelschuur. De aartsvaders van de Brasilectro en de wegbereiders van de Tropical Base, Zuko 103, staan na 20 jaar nog even goed op scherp. Dit jaar staat Zuko 103 in het teken van meerdere nieuwe releases en een club- en festivaltour. Lilian Vieira, Stefan Smit en Stefan Kruger begonnen als Rec A in 1999 te experimenteren met Braziliaanse sounds, gecombineerd met dance en dub. Smit kwam met de term Brasilectro als beschrijving voor hun muziek, wat vervolgens een internationaal begrip en een scene van geestverwante artiesten en DJ's werd. Internationaal succes volgde snel als ook goed ontvangen albums. Anno 2019 klinkt Zuko 103 hechter dan ooit. De wilde mix van invloeden heeft zich verder verdiept tot een intense audiostorm die live nog immer de zalen laat stuiteren van energie. De band is drukdoende een gloednieuw album op te nemen waarvan de release komend voorjaar wordt verwacht. Deze vrijdag zie en hoor je Zuko 103 live in Patronaat om 19:30. Deze zaterdag presenteert het Veerkwartier een 90s hiphopavond. Voor het eerst organiseert het Veerkwartier een hiphop dansfeest. De eerste editie brengt je direct het gevoel alsof je 30 jaar terug in de tijd bent. Haal je Kangol hoedje, gouden ketting en baggy kleding uit de kast en dans mee op de grootste 90s hits. Hiphop is de cultuur van het mixen en daar wordt niet alleen de muziek mee bedoeld. Hergebruiken, eigen maken en vooral niet denken in het normale is iets wat het Veerkwartier al vanaf het begin gedaan heeft. Tijd dus voor een hiphopfeest dat alle kernwaarden van het Veerkwartier samenbrengt. Voor tickets en meer informatie check je de website. Deze zaterdag 90s hiphop bij het Veerkwartier. Het Half Easy Trio ontstond in 2018 in Rotterdam. Alle composities worden geschreven door Martin Havisi, die graag contrasten creëert. De band laat zich inspireren door Bulgaarse folklore, klassieke muziek en vele subgenres van jazz, en dat hoor je. Alle 3 de muzikanten sleepten prijzen binnen en speelden prestigieuze podia plat. Enkele voorbeelden: North Sea Jazz Festival en het winnen van Best Solist Erasmus Jazz Prize 2017. En een hoofdprijs van de Records in december 2018. Het Half Easy Trio bestaat uit Frans van Chaussy, Johannes Vent en Martin Havisi. Deze zondag staan ze om 4 uur in de pletterij. Dit waren de tips voor deze week. Lekker weekend!